Zodra ik een willekeurige leerling uit de lijst haal, zal deze ook verwijderd worden. Dit zorgt ervoor, als ik de tien namen heb doorlopen, dat mijn lijst leeg is. Ik wil echter dat de oorspronkelijke lijst steeds blijft bestaan. Daarom ga ik een kopie maken van deze lijst om vervolgens die kopie te gaan gebruiken als treklijst voor de leerlingen. Hiervoor moet ik dus een tweede lijst gaan aanmaken. Om nu te zorgen dat bij het drukken van de knop Grabbelzak Vullen de namen hier terugkomen, ga ik eigenlijk de volledige lijst moeten doorlopen en ieder item toevoegen aan deze lijst. Ik maak hiervoor gebruik van een herhaling, die wordt doorlopen voor ieder item, dus voor de lengte van de lijst leerlingen. Ik maak hier opnieuw gebruik van de variabele klasnummer die ik iedere keer als er een nieuwe leerling moet behandeld worden, de waarde met 1 omhoog laat gaan. Vervolgens haal ik uit de lijst leerlingen het item met de gegenereerde klasnummer uit. De bedoeling zal nu zijn dat het item nu wordt toegevoegd in de nieuwe lijst. Daarvoor maak ik gebruik van van de blok voeg ding toe aan grabbelzak en in plaats van ding maak ik gebruik van mijn blok item klasnummer van leerlingen. Zodra ik nu op de knop grabbelzak vullen druk ga ik zien dat ik een identieke kopie krijg van de lijst van leerlingen. Deze variabele grabbelzak kan ik nu gaan gebruiken om bijvoorbeeld een willekeurige leerling te genereren in plaats van deze op basis van de lijst Leerlingen te doen, ga ik werken op basis van de lijst Grabbelzak. Zodra ik nu een willekeurige leerling genereer, zal deze naam gezegd worden en zal de lijst Grabbelzak kleiner worden, maar de oorspronkelijke lijst leerlingen die blijft steeds 9 items bestaan. Zodra ik opnieuw op Grabbelzak druk, zal het wel de bedoeling zijn dat de lijst wordt opnieuw gegenereerd, en niet wordt aangevuld. Daarom kies ik ervoor bij het signaal grabbelzak vullen, zodra dat ontvangen wordt, ga ik eerst zorgen dat alle items verwijderd worden, en dat dan pas de kopie kan starten. Op deze manier staan er nu steeds maar 9 namen in. Zodra ik eentje weg doe, het, zijn er terug 8. Kies ik grabbelzak vullen, zijn er terug de oorspronkelijke 9.